Nou blijkt het dus dat je hier tegen elkaar kan vechten. Wat zeg jij? Elke keer. En vandaag hebben we op het menu staan spaghetti. Hele slechte morgen vanuit Nieuw-Zeeland. Jongens, we zijn hier gisteravond, we waren al een tijdje aan het rondrijden. En toen dachten wij bij onszelf, dit is een goede plek. Er staan geen bordjes dat je hier niet kan of niet mag kamperen. Wij worden wakker. Hey guys, wake up, wake up. En dan staat er een guy en die heeft ons een boete gegeven voor Freedom Camping. En dat is $200. Omgerekend dus... 120. Ja, 120 euro. Boete. Maar ja, er staat hier nergens een bordje verboden te campen. Kamperen, dus ja, we gaan kijken of we hier tegenaan kunnen vechten. Anders hadden ze hem maar goed moeten aangeven. Welkom to Nando's. Ja, ik wou eigenlijk hier voor een curry gaan, maar toen spotte Ivo dat Nando's er ook tussen zat. En hij heeft er zoveel over te vertellen en het zo goed eten. Ik ben er nog niet geweest, dus ja, ik skip nou mijn curry voor Nando's. Kijk, ik ben benieuwd. In Nederland heb je daar volgens mij in. Ik meen dat ik dat een keer opgezocht heb. Als ik het verkeerd heb, moet je het even in de comments laten weten. Maar als het goed is, in Nederland hebben wij geen Nando's. En kijk, we zijn er in Singapore ooit geweest. Misschien zit er nog in die video's van Singapore. Dat zijn reisvideo's van heel lang geleden, zeg maar. Moet je maar even opzoeken, Small Singapore. En, heel erg vet trouwens. Ja, het is trouwens heel erg vet. Maar sowieso, de eten is goeie, man. Dus dan gaan we even een klein kijkje nemen. Nou, we liepen hier door een mal heen en dan zagen we een van de vaag standjes staan. Met allemaal voor gekke VR-brillen. Nou blijkt het dus dat je hier tegen elkaar kan vechten. Met allemaal gekke schietspelletjes, dat je elkaar kan neerschieten en dat soort dingen. Nee, 360 VR. En linkje daarvan staat hier in de beschrijving. Dus zeker eventjes checken. En we gaan kijken wat het nou precies is. Ik ben benieuwd. Ik ga battelen tegen Niels. Het is niet ik tegen Rob, maar we gaan samenwerken. Want er komt allemaal grote horden zombies aan, die moeten we allemaal neer gaan schieten. Dus we moeten echt teamwork gaan spelen, dat kan communiceren links, rechts, achter je rugdek. Ik denk dat het best wel rug tegen elkaar kunnen doen, zodat we gewoon mooi een 180 graden sprayhoek hebben. En dan gaan we die zombies killen. Het was een super vette ervaring. Ik wil 360 VR bedanken dat we dit mochten doen. Dat was echt epic. Ik ben een paar keer al echt goed geschrokken. Ik dacht, wat gebeurt hier nou weer? Ik kan op elkaar steeds kofferen en schieten. En die bosses die zijn ook helemaal gek. Anyways, thank you so much for this. Was an amazing experience, man. No problem, thank you so much for coming. Oh, jezus, ik ben benieuwd wat andere mensen van gedacht hebben. Die zouden ook wel kijken, zo van, wat is dit? Wat zeg jij? Elke Hij heeft geen pashokje nodig, die jongen. Ik niet. Schaam nergens hoor. Maar ik sta hier een opening in mijn onderbroek. Ja, kijk zo de winkel in, maat. Nou, we zijn Niels kwijt. Kan maar één ding betekenen. Kijk eens goed om je heen. Oftewel? Er kunnen twee dingen zijn. Schijten of eten. Meer kan niet zijn. We zijn bij een plek aangekomen en dit is zeg maar de lokale plek om allemaal flips te doen. Je ziet dat de lokale bevolking hier ook overal loopt te springen en zo. En ja, het is gewoon vet, weet je wel. Het is gewoon lachen om te zien. Maar er is één guy die springt vanaf de boom helemaal het water in. En die vent is volgens mij ergens ruim in de 50, 60 of zo. Helemaal gek. En ze vertelde ook een verhaal dat hier iemand aan die boom ging hangen en hier het water in is gedropt. Kijk, een salto doen hier is geen probleem, maar het is best wel sketchy, want je hebt maar een kleine landingsplek. Je ziet daar niet zo goed op camera, maar je hebt maar een kleine plek waar je in moet landen. En als je daar niet in landt, dan land je gelijk op stenen. En ja, dat is niet fijn, dat kan ik je ook vertellen.
kokende met smoor. En vandaag hebben we op het menu staan spaghetti. En niet zomaar spaghetti, maar spaghetti. Met linzen en met saus. En het is ook nog eens een keer hele wietsaus, whole wet. En ja, het zal wel gewoon lekker smaken. En we hebben ook zout, hebben we ook nog erbij een keer voor de verandering. Ja, zout en peper bij het cafeetje van vanochtend even meegenomen. Oh nee, bij Nando's hebben we die meegenomen. Of ja, heb ik me gedaan. Oeh. Maar ja. Prima. Ja, we gaan nu even een tricksessie doen. Het podium op, hij gaat ook een trickje doen. Ja, zon, no warming up, flip check. Hello guys, can I ask you a question? Yeah. I'm a Dutch traveler, we were three persons. And we were wondering if it's maybe possible to sleep in one of your trees with our hammock. When? Tonight, if possible. Talk to the wife, mate. Okay, cool. Hey, what's your name? Max? Cool. Yeah, so you're traveling around now, yeah? Yeah, we're traveling around the world and mostly making videos. And Max, calm down. Max. I love dogs as well. We've got one at home, so Bobby. I ask a lot of people around if it's maybe possible to sleep in their tree. You got a tree in mind? Yeah, if you have a tree where we can sleep, it would be awesome. Yeah, we're just three people, but two are in the car. Like, yeah, a small one. We've got a camper. But we could help if you're someone. It would be awesome for you as well. We've got a camper across the road. If you would rather sleep in a camper, there's a camper across the road. Liz can take you and show you. If you guys want to sleep in there, you're more than welcome. Nou, ik heb zojuist alle rotzooi hier van boven het bed afgehaald. Het ligt nu hier op de grond. Ja, ik kan het niet echt netjes opvouwen zo, want het was al eigenlijk één grote tyfus bij me. Maar dat maakt niet uit, we hebben gewoon een camper, jongens. Kijk dan, ik vind het helemaal geweldig. En dit is ook nog een groot bed. Maar ik weet niet of ik hier bovenin pas, want ik ben best wel breed natuurlijk. Dus ja. Ik moet even checken, maar ik denk dat dat wel gaat lukken, jongens. Ik denk dat dat wel past. En vergeet ook niet te abonneren op ons kanaal. Dat kan hier beneden. En volg ons even op Instagram. Namen komen nu in beeld. De linkjes daarvan staan ook in de beschrijving. En dan zien we volgende week weer, of morgen, weer bij een gloednieuwe video.